Massamedia en het analysemaatschappelijk vraagstuk. De media heeft 5 functies. De informatieve functie houdt in dat een journalist informatie geeft over een maatschappelijk probleem, bijvoorbeeld politiek en bestuur. Dus geef informatie over verkiezingen, over een debat of over een staatsbezoek van de minister-president. De agendafunctie houdt in dat media maatschappelijke problemen onder de aandacht brengt van de mensen, maar niet alleen van de mensen. Want door die aandacht van de media gaat ook de politiek er aandacht aan besteden. Zo'n probleem komt dus op de politieke agenda. De derde functie is de commentaar- en meningsvormingsfunctie. De media geven dan kritiek door op politici of overheidsbeleid, waardoor mensen zich een betere mening kunnen vormen en daar commentaar op kunnen geven. De controlerende functie houdt in dat de media aandacht besteedt aan verkiezingsbeloftes van bijvoorbeeld politieke partijen. Doet de overheid wel wat ze zeggen? De spreekbuisfunctie tenslotte is dat burgers en belangengroepen en organisaties en bedrijven meningen doorgeven via de media. Bijvoorbeeld een belangengroep zoals de ANWB. Maar hoe laat je nou zien dat je een keuze maakt in nieuws? En waarom maak je eigen keuzes in nieuws? We beginnen met nieuwsselectie. Er is dagelijks allerlei soorten nieuws. Van sport tot politiek tot criminaliteit. De vraag is, wat laat je zien en wat niet? Nou, hoe maak je die keuzes nou? Die keuzes die maak je op basis van of iets actueel is, ja of nee. Het moet wel nu gebeuren. Of er commerciële belangen een rol spelen. Nieuws moet namelijk ook verkopen als je een commercieel bedrijf bent of een commerciële omroep. Of het gaat om bekende personen, die zijn vaak interessanter. Het heeft natuurlijk ook te maken met het referentiekader van de journalist. Een journalist zal sommige dingen wel interessant vinden, sommige niet. Elk mens heeft een referentiekader. Dat wordt gevormd door je waarden, je normen en je belangen. Het heeft ook te maken met de interesses. Als je een tijdschrift maakt voor jongeren, dan kies je alleen dingen die jongeren interessant vinden. Het moet wel bijzonder zijn. Heel gewoon nieuws is niet interessant genoeg. Het heeft te maken met de identiteit van de nieuwsbrenger. Als je bijvoorbeeld een christelijke omroep hebt, die zal op een andere manier nieuws brengen als bijvoorbeeld Poont dat zal doen. En het heeft ook te maken met de belangstelling van het publiek. Als het geen mens interesseert, dan zal het nieuws ook niet gebracht worden, want dan zal er niemand naar kijken. De mediawet. In de mediawet is onder andere geregeld dat we in Nederland een pluriform omroepbestel hebben. Dat wil zeggen dat er een pluriformiteit in omroepen moet zijn. Nou, wat betekent dat nou? Dat er gewoon veel te kiezen moet zijn. Dus voor elke doelgroep is er een omroep. Commerciële belangen spelen uiteraard ook een rol. Commerciële omroepen scoren graag zo hoog mogelijke kijkcijfers, zodat zij veel reclame daar kunnen verkopen. Programma's die slecht worden bekeken verdwijnen doorgaans. Bij de publieke omroep zijn ze verplicht bepaalde programma's te maken en zie je dat dus minder. Ten slotte nog een aantal theorieën over de invloed van media. Er zijn er een 5-tal die je voor je examen moet kennen. De injectienaaldtheorie stelt dat jij de mening van de media eigenlijk overneemt. Volgens deze theorie heeft de media dus veel invloed. De multi-step flow theorie gaat ervan uit dat bijvoorbeeld één leider of een bekend figuur een bepaalde mening verkondigt en dat doordat media daar aandacht aan besteden, neemt uiteindelijk een grote groep mensen die mening over. In deze theorie heeft de media dus een gemiddelde invloed, niet heel veel, niet heel weinig. De theorie van media als betekenisverlener geeft de media wel weer een grote
invloed. Want de media geeft betekenis aan bepaalde nieuwsitems. Hoe moet je ergens over denken en wat vind je daar dan van? De selectieve perceptie is een theorie die eigenlijk uitgaat van dat de media heel weinig invloed heeft. Jij kijkt eigenlijk alleen naar de dingen die jij interessant vindt en je vormt daar zelf je mening over. En tenslotte hebben we nog de agenda-theorie. Deze gaat ervan uit dat de media wel het nieuws aandraagt, maar niet hoe je erover denkt. Dus bij de agenda-theorie heeft de media ook gemiddeld invloed.